Surinamers, kijk ook voorbeeld aan hoe die Surinamers hard werken in Nederland. Broer, kon je even zien, tel me even. Ja, dan. Twee financiën die waar zijn als ze naar nu noemen. Ik kon de voetbal, ja, even, Johan. Ja. Ik kon het weer, ze zijn 17 miljoen, ja. Ja. Ik kon weer een pakje bij de Donnie, nou, nou, de meren naar banken, 60 van pakje bij de Broer. Serieus, neem dat ik me voor op het toe, hè? Ja. En op boem. Maar dan lukken nou, je kon twee, ze zijn 17 miljoen, ja, zo toch. Lukken 5 miljoen. Dat is mijn batakje, uno weer, hè? Tij er maar te praten. Nee, 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 Broer. Wie speelt de grond op het? Ja, maar, joh, joh, meke, 100%. Ja, man. Zeker, sowieso, no give up. Hé, dat is mama stena sena. No, lobby. Alam af mi dap, hè? Ja, man. Usaba festi, hè? New year. New year, new year, new year, new year. Nu we naar een pond jassen, mijn jassen, ik krijg je nest. Oké, pa, hé, pa, hé, Rocco Sweetie. Yes, Belmer. Anderhalf uur, je hebt voor prima auto. Ja, is goed. En dan heb je die helemaal zo gemaakt. Oh, zonder bekleden. Oké, oké. Bradangasa, Amsterdam Kraaiennest, dit zijn onze broeders. Weet je, Superis TV is nog steeds bezig. Net hebben we van de jongens van de stadsreiniging gesproken, de Blakkebraden. En nu zien we weer een ondernemer, een Blakkebraden, die druk bezig is. Ik ga even kijken wie hij is en wat hij doet. Nou. Kijk, dit zie je ook niet. Ja, dit zie je best wel vaak. Wat er gebeurt in de lijf. Takke Strongbrek, broeder, he takes time to clean his rim. Meneer, hoe gaat het met u? Gaat goed, met u? Ja, prima, prima, prima. Meneer, mag ik u vragen wat u aan het doen bent? Ik ben nu de vraag aan het schoonmaken. Meteen ga ik de auto wassen. Oké. Okay. Ga ik binnen ook de auto schoonmaken. Ga de stoelen schoonmaken, vlekken verwijderen. Ja, oké. Okay. Dit is je eigen auto of? Nee, dit is een auto van mijn klant. Ik heb een bedrijf. Oh, je hebt een bedrijf. En hoe heet dat bedrijf? Even kijken. Splashy Solutions. Splashy Solutions. En wat doet Splashy Solutions? Auto schoonmaken op locatie. Binnen en buiten. Oké, okay, dus als je een vuile auto hebt en je bent luim naar de wassen, dan willen ze jou op en dan kom je uit binnen en buiten. Binnen en buiten kom je schoon. Geen onderwas, wat je met onderwas kan je dat doen? Ja, ik kom dan op locatie de auto schoonmaken. Oké, okay, je komt op locatie. Hey, dit is een hele serieuze jongen. Volgens mij, als je deze man neemt, als je klant van deze man neemt, dan krijg je een goed product. Want ja, mensen, ik zie gewoon dat je gewoon handmatig je tijd neemt om die velgen schoon te maken. Dat zie je niet overal, want de rest van mij spoort nou een machine. Nee, nee, wordt echt schoon. Oké, okay. En wat heb je? Je bent nu dus een eigen ondernemer. En lukt het een beetje? Ja, gaat goed. Wordt steeds drukker. Wordt steeds drukker. Dus die je alleen even hoopvol, omdat je gewoon onderneemt. Jij ziet gewoon dat je niet stil moet zitten en wachten op anderen. Je gaat er zelf op uit. Nee, ik moet er zelf achteraan. Ja. Kan je een goed woordje geven aan je medebroeders en zusters in Suriname? Als jullie wat willen doen, moeten jullie het gewoon doen. Niet denken aan wat andere mensen zeggen. Dat is niet belangrijk. Je bent voor jezelf bezig. Ja. En jij gaat jezelf rijk maken. Andere mensen gaan het niet voor je doen. Al zijn het je vrienden. Oké, okay, dus eigen verantwoordelijkheid nemen. Do it, just do it. Like Nike, just do it. Oké. Oké, tijden mam ik de abonneer en like. Superis TV, hier, want hier komt het op. Abonneer jullie op Superis TV. Voor dagelijks filmpjes? Ja, dagelijks, wekelijks voor dagelijks commentaar. In en buiten Suriname. In Suriname, ook in Nederland? Ja, ook in Nederland, dus dat weet ik ook. Ja, man. Yes. Oké, okay, dankjewel. Wat was je naam ook alweer? Mijn naam is Dervan. Dervan? Van Splashy Solutions. Splashy Solutions, oké. Okay. Dervan van Splashy Solutions. Luca Fisi, Luca Neng. Potama Nauroko, Walamale Mekmoni, Superis TV, vandaag live op Kraaiennest of in de buurt van Kraaiennest.
Tot zo.